kijkers van Gamen met Max vandaag met een nieuwe video. Na een week wachten. Ik was vorige week ziek mensen, dus ik kon helaas niks opnemen. Maar deze week ga ik proberen heel rap op te nemen. Maar ik heb wel een proefwerk week, dus het zal waarschijnlijk niet heel veel worden. Of ik moet wel even binnen een uurtje even een paar video's opnemen. Dat kan wel, dat ga ik proberen. We spelen Blitz Survival Games in de map Egypte. Volgens mij nog nooit in de aflevering gespeeld. Vroeger was het mijn lievelingsmap, maar laten we het blijven. Nice. We gaan meteen naar de... Nee, we gaan niet naar tempel. Te druk. Want ik heb een golden chestplate en als je in die tempel zit, dan heb je heel veel mensen. En als je daar vast komt, zit het ook in de kist. Ja, dat weet ik, dat weet ik. En we hebben... geen drugs. Dat kan wel goed. We moeten natuurlijk geen chest overslaan. Dat is niet de bedoeling. Maar laten we maar eens hier binnen gaan kijken. Ik hoop dat er wat zit. Ik ken deze map dus niet echt meer. Oh, wow, dit wist ik niet. Dit wist ik niet. Wow, druk op kisten. Hier nog meer. Het is niet altijd veel. In ieder geval heel, heel veel stuk gevonden. Dit koppen werkt nog. Ik denk dat we wel een goede keer. Ja, nou dit hebben we een goede keer. Zo. We kunnen ook full gold, ja, full gold. Cool uit. Full gold met mijn goldzwaard, jongen. Bam. Kijk naar man. Hier, we gaan even proberen om mensen te killen. Daar is iemand. Heeft hij goed stuk? Nee, hij is goed. Kom dan. Ja, hij springt af. Nice. Is er een huisje in kaart? Nee, kom. Hoppa, kom dan. Ga je schieten, jongen? Ik kan ook schieten, hoor. Bam, raak, jongen! Hé, noep. Hoppakee, noep. Rek. Dat was even jammer, hè? Dat vond hij wel even jammer, hoor. Werd hij eventjes schrik. Kijk. Ik denk dat we naar spawn kunnen gaan, hoor. Enchanten. Als er ondertussen nog meer mensen tegenkomen, gaan die natuurlijk aanvallen. Ik zoek even voor mensen. Ik denk dat ze weer spannen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Kijk over ik als zij rennen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.